Het bestuur van de Anton de Kom Universiteit zal binnenkort een onderwijsraad instellen om oplossingen te brengen in de vele vraagstukken van de instelling. Dit gaf bestuursvoorzitter Jack Menke aan bij de viering van de 48e Dies Natalis van de universiteit de vorige week. Een paar vraagstukken waarmee het instituut zit zijn een lage slagingspercentage en wetenschappelijk personeel dat maar niet bevorderd wordt. Hiervoor moeten er oplossingen komen. Daarom zijn er 7 commissies, een denktank en een onderzoeksraad ingesteld. De resultaten van deze werkgroepen moeten de basis vormen van een strategisch plan dat gebruikt zal worden om de kwaliteit op de instelling te verbeteren, geeft Menke aan. Opgemerkt moet worden dat de Anton de Kom Universiteit sinds haar oprichting in 1968 nimmer expliciet een duidelijke koers met vlijmscherpe speerpunten heeft kunnen formuleren. De afgelopen maanden is er enige vooruitgang geboekt en worden de contouren van de speerpunten al enigszins zichtbaar, waarmee de universiteit binnen en buiten Suriname een herkenbare identiteit zal moeten verwerven. Laat me u nu een diagnose geven van het wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Het regulier wetenschappelijk onderwijs wordt voornamelijk verzorgd door faculteiten, terwijl het Institute for Graduate Studies de niet-reguliere masters verzorgt die direct aansluiten bij een maatschappelijke vraag of behoefte. Een voorbeeld is de opleiding Public Health, die eerst door het IGSR is ontwikkeld en verzorgd en daarna permanent is ondergebracht bij de medische faculteiten. Menke zegt verder dat de samenwerking tussen de faculteiten en de onderzoeksinstituten onder meer verbeterd moet worden. Een ander punt dat volgens hem aangepakt moet worden is de versnippering van onderwijs. En deze neemt grote vormen aan, onder meer in de zin dat bij het doseren van sommige vakken onnodig veel docenten worden ingezet die bovendien langs elkaar werken. Een optimale benutting van de voltijdse docenten wordt nagestreefd door de werkbelasting te meten. Bevordering van voltijds wetenschappelijk personeel vindt nauwelijks plaats. Het universiteitsbestuur zal binnenkort een onderwijsraad in het leven roepen om te adviseren over het onderwijsbeleid. De onderwijsraad zal commissies instellen om voorstellen te doen ter oplossing van de bovengenoemde knelpunten. Zij zal tevens intensief moeten samenwerken met de onderzoeksraad die enkele maanden geleden is ingesteld om onderwijs en onderzoek te integreren, de fragmentatie binnen onderwijs en onderzoek drastisch te reduceren en een normbelasting en bevorderingsmodel te ontwerpen. Aldus Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit. Het instituut zal binnenkort een onderwijsraad instellen om oplossingen te brengen in de vele vraagstukken waarmee zij zit. Menke heeft vandaag een uiteenzetting gegeven over het academisch jaar van de universiteit. We komen morgen terug op deze presentatie.